Jij gaat naar achteren, serieus? Voor wat? Helemaal. We dit afmaken. Wat zou dit worden? Zul je het weten? Laat het even weten. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer vrijdag 26 november 2021. Ja, het is nou 1 uur in de middag. Ja, en ik zat hier lekker bij de kerstboom. En straks om 2 uur autorijles met bij Basiel bij aklasse.nl. Ja. En ik moet er altijd even opruimen. Dat is niet zo lekker, maar oké. Dat ga ik zo meteen even doen. Want ook dat hoort erbij als dieetjes even ziek zijn geweest. Maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Zo, ik weet niet of ik nou via mijn oortjes praat of gewoon via mijn telefoon. Maar dat merk ik wel, want ik kon het niet echt toen laatst achterhalen. Maar ik ga dat meemaken. Maar ik heb Roders nu net gebeld. Ik heb sowieso zometeen sowieso om 2 uur mijn rijles. En de dames hebben er zin in. Kijk maar, die hebben er echt veel zin in. Ja, maakt niet uit. Kan gebeuren. Ai. Dus nee, maar ik heb dus net even Roog gebeld. Ik heb gewoon weer onderwijsopijn. Ik heb vannacht gewoon liggen huilen op bed, overgeven. Dus dat is niet fijn. Oké, okay. Hoor erbij. Ik loop niet echt helemaal lekker. Iedere keer weer die kokhalsneigingen. Dus nee, dat is niet best. Maar ik heb ook tegen Roog gezegd, ik ga gewoon rijlessen. Ik ga het wel even zeggen tegen Basiel, dat hij even voor mij moet gaan opletten. Ik ben niet helemaal helder, zeg maar. Ik heb geen medicijn ingenomen, helemaal niks. Maar ik ben gewoon niet helder. Maar ik ga wel lessen, maar ja, we gaan het even meemaken, hoor, en wat. Dus ja, ik hoop dat het gewoon goed komt. Eindelijk eens een keer hoop ik gewoon dat ik gewoon eens een keer gewoon geen pijn heb. Want dat zou heel fijn wezen, gewoon geen pijn meer. Echt, maar maakt helemaal niet uit, komt allemaal wel goed. Lady staat lekker daar. Twee zusjes staan lekker daar. Lekker blaadjes eten, wijfie. Lovely. Lovely, kom eens hier. Nee, geen zin in. Blaadjes eten, dat is zo belangrijk. Allee, ja. Oh, takkie. Oeh, wat heb jij daar dan? Heb jij daar takkie? Kun je die meenemen? Neem maar mee, neem maar mee. Neem mee dan. Neem maar mee. Pak dan. Even eerst slopen, zeg maar. Kom maar. Ga mee, pakken. Pak je stok. Pak je tak. Pak hem. Pak hem dan. Pak hem dan. Kom meenemen. Meenemen. Ja, meenemen. Kom maar. Neem mee. Neem maar mee. Kom maar. Kom. Kom dan. Neem mee. Pakken. Neem mee dan. Kom maar. Geen zin in om mee te nemen. Oké, okay, prima joh. Best. Neem dan lekker niet mee. Oh ja, doe maar. Neem mee dan. Het is koud om zo te vloggen. Nee, toch niet? Nee, mee dan. Doe maar. 1, 2. Nou, ik loop lekker door. Doei. Kom dan. Kom maar. Los. Goed zo. Kom maar. Kom maar. Los. Hi. Ja, ik zit een keertje achterin, mensen. Achterin in onze eigen auto, zoals je kan zien. Want Ro is eventjes even bij zijn ouders. Om sowieso mijn schoonouders eventjes te... mijn en mijn schoonvader eventjes op te halen. Want die gaat even met ons mee en naar het winkelcentrum. Want hij moest even iets hebben. En hier hebben we ook nog kaarten, is handig. In de auto kaarten hebben is handig, is ideaal. Dus ik ben eventjes eigenlijk de auto even aan het opruimen. En wat zo meteen weg kan, kan gewoon weg. Ik bedoel, ik zal het gewoon weg. Ik vind het helemaal prima. Dus, handig. Zo, waar? Ditje. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Maar...
Het zal wel. Dit is heel erg blauw, zeg maar. Af, zo. Kijk, nou, mijn schoonvader komt eraan. De autorijden ging dus vandaag niet door, want Basiel die had het veel te druk en het was anders te stressvol voor hem. Dus dat is verplaatst naar zondag, iets van 3:15, 3:15, geen idee. Ik moet het zo meteen even bekijken. Rodi staat al te wachten op mij, want ik moest even het leuks voor hem halen. Dus heb ik geprobeerd. Dus ik ga nu even naar Rood toe lopen. En dan gaan we naar huis, want ik ben er klaar mee. Ik ben er echt klaar mee. Ja, ik ben er gewoon klaar mee. Ik wel. Nou, Rodi staat er al. Met onze gebakkie. Ja mensen, een hele goede middag. Ja. Ik zit dus weer in de auto en zoals jullie merken heb ik nu geen intro. Maar het is wel weer zaterdag 27 november 2021. Het is nu 3:10 in de middag. Maar gisteren heb ik heel weinig gevlogd. Dus ik plak deze dag gewoon weer lekker aan vast. Ook prima. Maar de pijn is weer 100% terug. Jee, dat. Maar oké. Dus ja, ik lig gewoon weer veel op bed. Ja, dan rust mijn lichaam toch. Dus ja. En dan toch even er even op uit. Want anders, hè. En dan vanavond doe ik de hondjes wel. Maakt helemaal niet uit. Doe ik gewoon. Ook al heb ik pijn. Ik kan gewoon lekker slapen. Doorslapen. Mits dat ik hem wakker moet maken. Denk het wel. Want anders dan slaapt hij weer helemaal niet. Dan gaat hij weer draaien keren. We gaan dus nu even naar normaal. Ik moet even wat afgeven bij een medewerker. Even iets afgeven. En even broodjes voor mijn buurvrouwtje halen. Moet ik ook even bellen dat we die kant op gaan. Eigenlijk moest ik haar pinpas meenemen waarschijnlijk. Maar het maakt even niet uit. Geeft niet. Doen we zo wel. Vind het best. Dus wij gaan dat even doen. En dan zien we straks ook. Jij gaat naar achteren, serieus? Voor wat? Op een kruis, helemaal niet. Ik ben bij een VOP staan. Ja, doe het. En wat voor banden heb jij, joh? Of zijn dat je velgen die ik zie? En van deze... Ik denk het wel, niet wel. Jeetje, Mina. Ja, toeteren. Oh. Niet? Jammer. Wat een dikke reet, joh. Jezus. Hij is wel gaaf. Mag ik meegaan met jou meegaan? Ja, maar hij is wel gaaf. Eerlijk is eerlijk. Ik vind hem wel gaaf. Dan gaan we nu echt serieus zeggen dat we overal vol staan. Ik wil die velg hebben. Even die velg hebben. Verder en dan gaan ze daar zeggen dat het ook vol is. En hier niet. Daar is vol en dan, ja. Kijk eens hoe mooi al die kerstverlichten. Laat ze het er maar even tussen. Ik heb hier heel veel uien, ik ben al bezig. En ik heb mama ook aan de telefoon, helemaal goed. Kijk, ik ben dit aan het maken. Wat zou dit worden? Zul je het weten, laat het even weten. Ja. En er zit ook nu wat in de magnetron. Dat is ook leuk, kijk. Misschien kun je het wel zien, ik weet het niet, geen idee. Nou, daar zit er eentje zielig, heel zielig. Nou, ik heb dit hier hangen, moet ik eventjes nog... dit wil ik daar helemaal omheen. Daar. En dan naar beneden, of dat ik het helemaal rond, maar ik denk het niet, maar ik denk gewoon hier langs. En dan weet ik veel hoe ik dat nog allemaal ga doen. Maar dat komt er helemaal goed. Ik denk dat ik dan zo doe en dan zo tap. Denk het. Helemaal top. Nou, die is, zegt hij, klaar. Oh. Ik doe nog een keertje. Even snel ontdooien. Nog een keertje op 2 minuten. Ja. En dan op start. Nou. Laat het maar eventjes gaan. Helemaal top. Nou, dan heb ik dus nu alleen nog water en dan groentebouillon en een ui erin.
Dan ga ik even wat kruiden erbij voegen. Curry ga ik er even bij doen. Zo, en dan paprika poeder. Dit is dan zoete paprika poeder. Yep. Ga ik er ook even doorheen doen. Zo, en dan ga ik even roeren, zeg maar. Erg lekker, hoop ik dan toch. En ik doe dan zometeen, ja, zwarte peper er ook even doorheen. Dus dat ga ik ook even nu doen. Zo, zwarte peper heb ik er ook weer doorheen. Ik ga weer even roeren. Zo, dat heb ik dus nu ook gedaan. En dan ga ik weer even een uitje snijden. En hoe ik het doe, laat ik jullie even zien. Je hebt een ui, zoals deze. Ik ga hem hier afsnijden. Ik doe helemaal niks met het kontje. Ik ga hem hier afsnijden. Even tot daar. En dan haal ik de schil ervan af. En soms is het schil nog wel eens een beetje hard. Dus dan wil het niet altijd even lekker mee werken. Zo. Ja. Nou, als het eraf is, dan kom ik zo meteen bij jullie. Zo, de ui heb ik helemaal klaar. Ik kom hier dus helemaal niet aan. Ja, oké. Okay. Kijk, wat ik dus nou ga doen, dat is wel er doorheen snijden. Zoals je kan zien. Zo. Maar verder kom ik hier dus helemaal niet aan. Wat ik ga doen, wat is nu dus hier door de helft snijden. Zo. En dan ga ik gewoon weer ook reepjes maken, zeg maar. Zo, kijk. En dan blijft dit dus over. En dat ga ik dus ook idem dito doen met deze stukje. Ik doe dus, kijk, gewoon even mijn mes erin. Zo. En ik ga snijden. En dan haal ik hier nog wat vanaf. Daar nog wat vanaf. En daar. En dit is wat er overblijft van de achterkant. Nou, ik hoop dat je weer wat iets hebt geleerd over het uien snijden. Want zoals ik het doe, je hebt helemaal geen last meer van tranende ogen. Ideaal, ook al hang ik er wel boven hoor. Maar nee, ik heb er totaal geen last meer van. Dus ja, als je er iets van hebt geleerd, laat het zeker even weten. Want dat vind ik leuk. Als ik jullie gewoon iets kan leren, snap je? Kijk, en er zijn nu een hoop sappen en wat vrijkomen. Maar ik heb er helemaal geen last van. Nee, totaal niet. Dus ik ben nou ook gewoon weer bezig nu weer met een uitje. Nou, die snijd ik dan weer zo door de midden. Zo. En dan gaat die ook weer deels door de midden. En dan ga ik weer reepjes snijden. Zodat het dus wel lekker uiensoep gaat worden zometeen. Nou, ik zin in. Lekker een verse gemaakte uiensoep. Met currypoeder, paprika poeder en zometeen lekkere gehaktballetjes door nog een keertje lekker erdoorheen. Heerlijk, hoop ik dan. Want elke keer is en blijft het anders vanzelf. Dus ja, we gaan het allemaal meemaken en zien hoe het gaat worden. Zo. En dan ga ik dit weer in de pan doen. Kijk, weer een uitje gedaan.
En dan gaat het lekker klein worden. Hey, helemaal top. Dus ik ga even verder en dan zien jullie mij zo meteen. Zoals jullie zien, kookt het lekker. Ik laat het ook lekker doorpruttelen nog eventjes. Dat zit er nu ook in. Ik heb even gehakt ontdooid. Dus daar heb ik lekkere pannetjes van gemaakt. Lekker, 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 lekker. Dus moet jij er ook wat van zeggen dan? Wou je er wat van zeggen dan? Mag hoor. Wou jij het ook vertellen en wat mama allemaal erin had of zo? Dan ben je er een beetje laat mee, hoor, schat. Want dat had ik al gedaan. Ja. Dus ja. Dus ik heb water, een groentebouillonnetje erin gedaan. Uitjes erin. Gehakt balletjes erin. Laat ik even lekker door koken, sudderen. Helemaal top. Laat eventjes die uitjes ook nog wat lekker slinken, zeg maar. Is dat zo? Sinds wanneer is dat zo? Wanneer ga jij je weer ermee bemoeien dan? Met het koken. Tell me. Ja, vertel. Vertel het dan. Nee, toch niet? Oh, toch wel. Nou, dan heb je het wel goed hoor. Wat ik allemaal in heb gedaan. Ja. Moet jij het ook nog vertellen? Nee? Jij ook niet meer? Nee? Lady? Moet jij het nog vertellen dan? Of toch ook niet? Mag hoor. Nee? Ben je klaar? Mag ik dan weer verder? Ja? Oké. Dus ja, wat ik al zeg, dat heb ik dus gedaan. En dan is het even kijken van, of ik nog zand en uitjes erbij moet doen. Ik denk het wel, als het wat meer is geslonken. Maar dan kom ik zo meteen wel erbij mee terug als ik dat ga doen, of niet. En als het gewoon goed is, want nu lijkt het heel vol. Nou, dat is het eigenlijk niet eens. Zoveel uitjes heb ik er niet eens in gedaan. Dus. Maar dat komt ook puur door en door de gehaktballetjes, zeg maar. Lekker. Lekker, lekker, lekker. Dus ja, dat ga ik eten zometeen. Hoop ik, als het lekker een beetje, lekker nog wat geslonken is. Want kijk, je ziet dat dit dus nog wat grof is. En dit is aardig al, kleiner aan het worden. Lekker aan het slinken. Dus daar ga ik nog maar even op wachten. Dat het helemaal lekker... Kijk, want hoe meer het gaat slinken, hoe meer ik nog wat uitjes erbij kan doen. Nou, en hoe meer ik erbij kan doen, hoe meer het gaat, vullen, zeg maar. En hoe meer stevig het gaat worden. Dus we gaan het zien. Hij staat dus nu nog aan, maar hij gaat uit. Want ik vind het goed zo. Ik heb een beetje nog prei erdoorheen gedaan, zoals je hier kan zien. Ik heb geen drie uitjes nog bij gedaan, helemaal niet. En hij is uit. Ja, ik vind het goed zo. Dus ik ga zo lekker opscheppen. Opschepper, zou ik ook dan altijd weer zeggen. Opschepper, ja. Zo, dan ga ik eventjes mijn snijplankje hier neerleggen. En dan ga ik mijn kommetje hierop zetten. En dan ga ik lekker opscheppen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. En hartstikke idee. Ik moet wel een beetje sap erbij hebben. Hè, vanzelf ook lekker. Zo. Zo lekker. Zo. Kijk eens aan. En dit ruik ik dan weer wel, hè. Heel raar, maar dit ruik ik dan weer wel. Maar gewoon normaal eten, dat ruik ik niet. Zo bizar, maar oké. Ik ga mijn lepel pakken. En dan doe ik nog een beetje ketchup erbij. Heel klein beetje. Niet heel veel. Zo. Ketchup Aman is trouwens glutenvrij. Klein scheutje. Zo. En dan ga ik zo lekker eten.
iets makkelijker. Ja, lieve en beste kijkers. Zoals jullie zien, lig ik dus al lekker op bed. Dus ja, ik ga deze vlog lekker afsluiten. Dus vond je deze vlog nou gezellig, leuk, saai, weet ik het allemaal. Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Dat ik elke dag om 2 uur weer een nieuwe vlog op YouTube heb. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.